Goedemorgen. Ik heet u alle van harte welkom bij deze persconferentie van de Unie van Assertieve Vakbonden. Deze persconferentie wordt belegd met betrekking tot de kwestie bij de energiebedrijven Suriname. Verder verwelkom ik de pers en de overige aanwezigen. Ik geef het woord aan de voorzitter van de bond van UFAF, de heer Gerald McIntosh. Dank u wel, Shakita. Vakbondskameraden, goedemorgen. Deze vergadering, deze persconferentie is bijeengeroepen tijdens die vergadering van de OAS. Laat me dat duidelijk stellen. Ik bedank u allen dat u vandaag de tijd heeft genomen om aanwezig te zijn. Wij van de UFAF, staat voor Unie van Assertieve Vakbonden, voelen ons genoodzaakt om de huidige situatie met betrekking tot de schending van vakbondsrechten en de nalatigheid in rechtspositionele zaken van werknemers onder de aandacht te brengen van de samenleving. En dat doen we graag via u. In de afgelopen periode hebben wij herhaaldelijk te maken gehad met situaties waarin de rechten van onze vakbond en haar leden ernstig worden geschonden. De werkgever heeft herhaaldelijk geweigerd om in te gaan op brieven en verzoeken wat het functioneren van de vakbond aanzienlijk belemmert. Dit gedrag is niet alleen respectloos, maar ondermijnt ook de fundamenten van een eerlijke arbeidsverhouding. Het recht op communicatie en overleg is essentieel voor het functioneren van de vakbond en het waarborgen van de rechten van de werknemers. Doordat men onze rechten, vakbondsrechten, schendt, heeft dat natuurlijk gevolgen voor de vakbond en werknemers. De herhaaldelijk weigeren van de werkgevers om te reageren op onze communicatie belemmert ernstig ons vermogen om effectief te opereren. Hierdoor worden onze leden benadeeld en wordt het vertrouwen in de arbeidsverhouding ondermijnd. Ik kan dat aangeven met een voorbeeld. Als de bonden, en dan heb ik het over alle bonden die in UFAF-verband zitten, vragen voor een loonsverhoging en er wordt niet gereageerd, en je onderbouwt dat goed, heeft dat wel te maken dat de werknemer die dat verdient wordt benadeeld in zijn hele loopbaancarrière. Laten we dat duidelijk stellen. We hebben een tendens gemerkt bij de regering en bij de werkgevers de laatste tijd. Dat is het dreigen van juridische stappen en procedures. Vakbonden worden, zodra zij actie gaan, voor de rechter gesleept. Mensen moeten voor de groene tafel gaan. En het is zo dat de regering of de werkgevers aangeven, er is geen arbeidsconflict, die mensen zijn in staking, staking is het uiterste middel, dat hoeven ze ons niet te leren omdat we dat weten. Maar geloof me, geen van die vakbondsleden die in actie gaan zijn gek om direct een staking uit te roepen. Meestal is er een proces voorafgaand, 4, 5, soms langer. En dat andere punt van zorg is het herhaaldelijk voor de rechter slepen. Dit patroon van juridische intimidatie zorgt voor een angstcultuur en maakt het voor ons bijna onmogelijk om onze taken effectief uit te voeren. We willen benadrukken dat wij streven naar dialoog en samenwerking en niet naar confrontatie. Wat we merken dat het huidige gedrag van werkgevers de vakbonden weinig keus laat dan te grijpen naar het uiterste middel. Door ons voor de rechter te slepen wil men ons mond doodmaken. Wij van de UFAF gaan onze mond niet houden. Dan gaan we kijken naar andere vakbondsmiddelen om onze zorgen, om ons punt te maken wat we willen doen. Door ons mond dood te maken is dat ook een vorm van vrijheid van meningsuiting. Het is cruciaal dat we in staat zijn om openlijk te spreken over zaken die schadelijk zijn voor het bedrijf, zonder angst voor represailles. Als vakbond hebben wij de verantwoordelijkheid om onrecht aan te kaarten en ervoor te zorgen dat werknemers in een veilige en rechtvaardige omgeving kunnen werken. Het monddoodmaken van onze leden is onacceptabel en moet onmiddellijk stoppen. We gaan dat bij de UFAF niet tolereren. Dan wil ik even aangeven, ik zei het al, die staking bij de OAS is niet gewoon op een dag. Is de vakbond opgestaan en heeft gezegd, luister, we gaan in staking. Er heeft een proces
vooraf afgespeeld. En meestal, wanneer bonden voor de groene tafel worden gesleept, weet de rechter niet wat zich vooraf heeft afgespeeld. Omdat de bonden willen praten voor een oplossing. Dus ze brengen de werkgever of de regering niet naar de groene tafel. Ze willen praten. Maar ik kan een paar dingen, zaken aangeven. Er is vorig jaar bij de OAS een CAO uitgevoerd waarbij de definitieve overeenkomst niet is getekend, nog door de directie, nog door het vorig bondsbestuur. Er is een mevrouw geplaatst op het directiesecretariaat van de EBS. Dus ze heeft een bevordering gehad. Dat is tegen de bepalingen van de CAO. En als de directeur vindt, de CEO vindt, hij moet iemand hebben die hij vertrouwt, moet je daarover met de vakbond praten. Want je geeft iemand gewoon een bevordering en al die andere mensen die wachten op een bevordering, je beantwoordt die brieven niet of je maakt je niet druk om die mensen. Omdat het gaat misschien om een partijloyalist, dat je die persoon een bevordering geeft als hij nog kan. Is tegen die bepalingen in die CAO. Wat de CEO verder heeft gedaan, heeft de mevrouw binnengebracht op de afdeling SFS, zonder dat er eerst een interne sollicitatie heeft plaatsgevonden. Dit soort dingen gebeuren ook bij Telesuur, niet alleen bij de EBS. Er is een bepaling in de CAO die aangeeft dat er eerst een interne sollicitatie geplaatst moet worden. Dan solliciteren mensen van binnen voor die functie, ze hebben de gelegenheid om te solliciteren voor die functie. En als er niemand is die de job kan doen, dan ga je naar buiten. Staat in die CAO. In die CAO zijn er afspraken gemaakt tussen de vakbond en de werkgever. Je kan niet afwijken daarvan en gewoon je ding doen. En het ergste is, toen hij die mevrouw heeft gebracht op die afdeling, was er een meneer daar die waarnam. Die rechtspositie van die meneer is in het geding gekomen. Dus los van dat die bepaling in die CAO is vertrapt, wat about die rechtspositie van die meneer die waarnam op die positie? Is gewoon in het geding gekomen en je maakt je daarover niet druk. En als de bond iets zegt, dan reageer je niet in span. Als hij nog kan. Wij als vakbonden kunnen dat niet accepteren. Het is onacceptabel voor ons. De OAS had afspraken gemaakt met de CTO en de CFO. Hoe ze invulling zouden geven, hoe ze de CAO-onderhandelingen zouden inrichten. De CEO vond het niet nodig om aanwezig te zijn. En op een gegeven moment komt hij, terwijl er afspraken waren met de CTO, dat is de Chief Technical Officer en de financieel directeur, om het makkelijk te zeggen. Die afspraken waren er al. Dan komt de CEO, meneer Brunswijk, en zegt dat dat niet gaat gebeuren. En de financieel directeur en de technisch directeur zeggen hem niet eens dat nee, we hebben al afspraken lopen met de bond. Ze maken hun mond niet open. En al is die man de algemeen directeur, je moet die man wel kunnen zeggen, we hebben afspraken lopen met de bond. Je kan geen afspraak maken dat je komt dat je Sibas aan dat boer. Dat is onacceptabel. Getuige van onbehoorlijk bestuur. Dat je geen respect hebt voor die vakbond. Die vakbond is je gesprekpartner. Die vakbond is niet onderdanig aan jou als directeur of als overheid. Zijn gelijkwaardige partners en de vakbond... De vakbonden die zijn aangesloten bij UvaF gaan dat opeisen. Dat ze ook zo worden behandeld als gelijkwaardige partners. Toen heeft men de afspraak gemaakt met de bond dat ze hun dingen op papier moeten zetten. Dat hebben ze staande de vergadering gedaan. En de OAS heeft gemerkt, uit bekomen informatie en zijn reacties hebben ze kunnen concluderen dat de ex-voorzitter van de bond bij OAS een adviseur is van de CEO. Er is nu een ander bestuur, het huidige bestuur van de OAS. En dat denk ik dat je als directie met die mensen aan tafel moet zitten en moet praten. En niet ervan uitgaan. Het werd vroeger zo gedaan, dus we gaan het zo doen. Als hij dat niet rokko. De bemiddelingsraad heeft de advies gegeven om het wensenpakket in totaliteit in te dienen. En dat heeft de OAS ook gedaan op 28 maart. Houdt u die data goed in de gaten. Na het indienen
van het wensenpakket heeft de directie na 3 dagen gezegd dat ze het hebben ontvangen. Ze hebben keurig een brief gestuurd of een mail. En daarna hebben ze niets meer van zich laten horen. Het bestuur bij de OAS heeft op 6 mei een rappelbrief gestuurd. En op... En de directie heeft daarna op 8 mei teruggeschreven in zeer vage bewoordingen. Er is niets concreet aangegeven dat, hé, hoe gaan we invullen, hoe gaan we die cao-onderhandelingen inrichten. Niets, niets, niets. Dus 28 maart is het wensenpakket ingediend. Na 3 dagen heeft men gezegd, we hebben het ontvangen. Daarna niets meer gehoord. Op 6 mei is er vanuit de bond een rappelschrijver gestuurd. En daarna komt er op mij een schrijver waarbij er niets concreet staat. Zo ga je niet om met de vakbond. Zo ga je niet om met de vakbond. En wat doet de directie? Zonder om met de vakbond te onderhandelen, geven ze gewoon een 15% loonsverhoging. Dus dat wil zeggen dat ze de bond gewoon aan de kant willen schuiven. Zeer gevaarlijke situatie. En als vakbond, ik ben blij dat er assertieve mensen hier zijn bij de EBS. En als je dat als hij dat nog kan. Op de werkvloer vertelt hij dat hij zaken gaat doen zonder het bestuur te betrekken. Dit is onacceptabel. Onacceptabel. En dit is tegen de bepaling in de CAO. De vakbond is er om de werknemers te vertegenwoordigen. We gaan samen zitten om te kijken wat we aan de werk, wat we aan de werknemers kunnen geven qua percentage en alle andere dingen die in de CAO staan. Je komt niet gewoon als directie en dan kom je aangeven, ik geef ze dit. Als aan het neerroepen. Dat is helemaal niet goed. Zie daar het patroon waarbij de OAS willens en wetens wordt gedesavoueerd en aan de kant wordt gezet. De OAS heeft het door dat dit patroon, dat het wordt ingezet en vandaar dat ze opkomen. Dus dit alles speelde zich af voordat die mensen naar de rechter zijn geweest. En de rechter wist hier niets van. Want het leek alsof gewoon de man open van de vakbond en zeggen dat, we staan. Nee. Het is een heel traject. Er zijn een aantal zaken, rechtspositionele zaken. Zaken bevorderingen van werknemers. Wat is meegegeven aan de directie en er is daarop nooit gereageerd. We zien dat het een tendens is, ook bij Telesuur hebben we dat, dat er niet op brieven wordt geantwoord, op mailtjes, die dingen worden niet geantwoord. Dat is onacceptabel. Zo gaan we niet om met elkaar. Als we zeggen dat we gesprekspartners zijn, gaan we niet zo met elkaar om. Niet eens een mail dat je mail is in goede orde ontvangen. Het duurt de hele tijd. En weet je wat er gebeurt? Soms worden mensen ziek gemaakt door een manager. Ik kan het aangeven, want ik zit daar bij Telesuur. En je geeft het aan, je wil een oplossing. En die oplossing komt niet. Je brief blijft onbeantwoord. Dat wil zeggen dat die ziektekosten van het bedrijf omhoog gaan. Er zijn een aantal mensen die ziek zijn en steeds ziek nemen. En dat wil zeggen dat ze geen productie leveren voor het bedrijf. Maar ze worden gewoon betaald. Men maakt zich niet druk. Manager wordt niet aangesproken. Zodat het probleem wordt verholpen. En je hebt in sommige gevallen waarbij men de mensen weghaalt van de afdeling op een gegeven moment. Over worden geplaatst. Maar het probleem blijft. Want die manager is nog daar. En hij wordt niet aangesproken of... We merken niet dat er iets verandert aan zijn gedrag. Dus dat iemand anders komt daar en die persoon dat gaat dan die pijn hebben. En het is onbehoorlijk bestuur in ogen van de vakbond. De OAS heeft gevraagd naar implementatie van het nieuwe loonstructuur. De bemiddelingsraad had in december 2012 een oordeel geveld dat er een nieuw loonstructuur moet komen. 2012, we leven 12 jaar verder. Zijn in 2024. De OAS heeft op een gegeven moment een brief geschreven gehad als ze opmerkingen hadden. Dus de OAS, wat de bemiddelingsraad heeft gevraagd, dat de OAS erbij wordt betrokken. Als iemand erbij wordt betrokken, moet de persoon zijn mening, aantekeningen, kanttekeningen plaatsen in het document. Je moet de persoon niet informeren, moet de persoon erbij betrekken, daar gaat het om. De OAS heeft kanttekeningen geplaatst, opmerkingen geplaatst wat het document betreft.
En na een tijdje vraagt de OAS hoe het zit. Als die opmerkingen, alles is meegenomen. En de CTO zegt, doe het leuk, ik kan die kanttekeningen niet vinden. Dus die dingen zijn niet in het document geplaatst. Zie daar weer een benadeling naar de werknemers toe. Want ze wachten al 12 jaar op een nieuwe loonstructuur. Dan begrijp je wat er gebeurt met die werknemers. Moeten die werknemers niet zeggen? Aan elkaar toch? Laten we eerlijk zijn. Kan niet, onkan. We vinden dat stukje belachelijk, dat de CTO zegt dat hij die aantekeningen niet kan vinden. Ik vind het echt belachelijk. Want de bond, die mensen van de bond werken in het bedrijf, je zou gewoon een mail kunnen sturen, dat bestuur, ik kan die mail of die brief die jullie hebben gestuurd niet terugvinden, kunnen jullie die zaken weer voor me sturen. Dat gebeurt duidelijk niet. Ten aanzien van het nieuwe loonstructuur gaf men aan het personeel aan dat het een afrondende fase is. Onthoudt u dat goed, in een afrondende fase. Terwijl toen de OS vroeg, heeft men aan de OS gezegd, die consultant is bezig, dat is in een opzetfase. En je zegt je medewerkers, we zijn in een afrondende fase. Maar je zegt aan de OS, die de mensen vertegenwoordigen, de consultant is bezig, dat is in een opzetfase. Als aan het begin. Weet je, laten we eerlijk met elkaar omgaan. Als vakbeweging en als directieoverheid, kunnen we eerlijk omlaag met elkaar. De OAS doet de directie weer een schrijven toekomen over verschillende zaken en inhoud in al hun beantwoordingen geven zij heel vaak aan dat zij erop terug zullen komen of dat de OAS binnenkort van ze hoort. Begrijp dat dat geen concreet. De OAS, die bond wil concreet horen, luister nou, op zo'n dag kom ik terug bij jullie of op zo'n dag gaan we praten over zaken. Wij als vakbond willen altijd praten. We denken oplossingsgericht. We willen niet grijpen naar het uiterste middel. En ik wil toch even terugkomen op dat van de juridische reglementen en procedures. Wanneer de regering zijn of haar deel wat ze moeten doen, niet doet. Ik hoor in het nieuws, minister Ori heeft die leerkrachten voor de rechter gebracht. Maar hij zegt niet dat er leerkrachten zijn die 7 maanden lang geen salaris hebben ontvangen. En daarover hebben we het. Het is schending van vakbondsrechten. Die mensen hebben 7 maanden lang geen salaris ontvangen. Hoeveel verdient een leerkracht? 10.000. En 7 maanden lang heb je geen salaris ontvangen. En daarover praat de minister niet. Mamo Tjari Mangwa rechter. Doe je huiswerk. Paidesma. Dat moet je doen. Maar je doet dat niet. Wanneer die mensen in actie komen, dan wil je die mensen voor de rechter sliepen. Dus dat vind je wel rechtvaardig als overheid. Wij als UvAF, we willen niet grijpen naar stakingen, maar ons geduld begint op te raken. Het geduld van die vakbonden begint op te raken. De aanhoudende schendingen en het gebrek aan actie vanuit de werkgever creëren een ondraaglijke situatie voor onze leden. Kijk, die leden zijn hier, denken dat ze zomaar ze willen werken. Maar de situatie is ondraaglijk voor ze. We roepen de werkgevers op om serieus werk te maken van onze zorgen. En om constructief met ons in gesprek te gaan. Als er geen verandering komt, zullen we genoegzaak zijn om andere acties te overwegen. Er is een bemiddelingspoging geweest. We hebben als UvAF gevraagd aan de minister van Bibus om met hem te praten. Hij heeft me uitgenodigd. Hij zegt hij wil one-on-one, eerst een voorgesprek. Ik ben naar dat gesprek geweest en ik heb hem gewezen op de 3 zaken. 1, dat OAS het vertrouwen heeft opgezegd in de totale directie. Dat de OAS concreet een datum wil om de onderhandelingen op te starten met de RVC. En 3, intrekken of herstellen van de voorzitter van de OAS
meneer Hellings, die tevens penningmeester is van de UvaF. De minister zei, opstarten van de cao-onderhandeling moet geen probleem zijn, dat moet kunnen. Waarom kan het? Dan moet je vragen aan Leo en de mensen, de directie van de EBS. De vakbond is ready om te onderhandelen, om te praten. Hij zei, die zaak van meneer Hellings is bij arbeidsinspectie, dus als regering willen we dat even afwachten om te kijken wat er gebeurt. En daar zal de regering in komen. Hij zei, maar ik wil dat die mannen van OAS moeten gaan werken. En het andere punt dat ik heb aangehaald was dat het vertrouwen is opgezegd. Hij heeft aangegeven dat er binnenkort de AFA komt en ook de bond heeft aangegeven dat ze hun vertegenwoordiger in de RVC willen vervangen. We vragen ons af waarom dat zo lang duurt. Bij Staatsolie heeft men die statuten binnen één dag gewezen, zodat mensen vervangen konden worden of om zitting konden nemen in de RVC. Bij Telesur hebben we ook hetzelfde. We hebben nu een vertegenwoordiger die niet in de raad is. We hadden een vertegenwoordiger aangewezen, maar vanwege een procedurele fout is hij eruit gezet. We hebben toen iemand anders aangewezen en de vicepresident heeft gewoon iemand van hem gezet. Hij heeft gewoon iemand van hem gezet. En wat gebeurt er na een tijdje, zegt de president, om het op te lossen? Jullie kunnen iemand zetten als toehoorder. Dat hebben we direct gedaan, omdat je verder moet denken. Je moet weten wat er daar wordt besproken. Je moet iemand hebben die je punt, de zaken van de vakbond, kan praten daarover. En standpunten daar kan innemen. Maar hij heeft geen stemrecht. Is dat zo moeilijk om ervoor te zorgen dat die persoon die de VP heeft gezet in die raad weg te halen, als dat bij Staatsolie is gebeurd binnen één dag? En we zijn, die regering zit al bijna 4 jaar. Ze zijn bijna 4 jaar. Onze vertegenwoordigers, dus ik zeg, we zitten met dezelfde problemen. We zitten met dezelfde problemen. En dan ga je nu komen zeggen, er komt de AFA. We zijn benieuwd wanneer er AFA komt bij Telesur, zodat onze vertegenwoordiger in die raad kan komen. De vakbond heeft die plek. We schrijven netjes naar de president en vragen, kijk, zo iemand willen we die ons vertegenwoordigen. En er wordt geen invulling daaraan gegeven. Maar ik doe gewoon zijn in mijn wanneer. En als we op vakbond gewoon moeten blijven zitten, gaat het ons duur te staan komen. We moeten deze dingen niet onderschatten die ik aanhaal. Dat er wordt gespeeld met de rechtspositie van mensen. Je want technicus ja in is tamara yo shi dat amotek e luguno. Te kan mopiere, ti de panaf ti de duira presiere. Daarom moeten we opkomen en daarom zijn we assertief. Voel ik dat, hey, de zijn 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 ook kajon. We moeten onze stem laten horen. En we willen praten erover. We willen aangrijpen direct naar acties of hey, we staan. Maar op een gegeven moment, als er niet naar ons wordt geluisterd, dan hebben we geen keuze om dat te doen. En als je ons voor de rechter brengt, dan gaan we andere vakbondsmiddelen gebruiken. Dat gaan we doen. We hebben als UvaF ook gedacht, we denken oplossingsgericht. En we dringen erop aan dat de werkgever de volgende stappen onderneemt. 1. Eerlijk en transparant overleg. Het starten van open en eerlijke gesprekken met de vakbond om alle openstaande kwesties te bespreken en op te lossen. We willen einde, dat is punt 2, einde aan de juridische intimidatie. Stoppen met het herhaaldelijk dreigen om vakbonden voor de rechter te slepen. Als aan dat norokomoren, we gaan andere vakbondstactieken inzetten om ons doel wel te bereiken. 3. Respect voor vakbondsrechten. Zorgen voor naleving van alle wettelijke vakbondsrechten en een constructieve relatie met de vakbonden te onderhouden. Dat is wat we willen. En we roepen de regering en de directies op. Kotaki, dat we losassan op. U heeft gemerkt, het ontslag van meneer Hellings is de druppel geweest. Niet omdat meneer Hellings is ontslagen, heeft men actie gevoerd. Er is veel vooraf gegaan. Maar dat was de druppel. En ik ga meneer Hellings, daarom zeggen wij als UvaF, en meneer Hellings heeft het ook gezegd een aantal keren, niet zijn ontslag gaan we aanvechten. Dat gaat hij zelf doen. Dat gaat hij zelf doen. We gaan dat men onze vakbondsrechten beknot.
Daar gaan we ons stem laten horen. En daarom is de OAC actie. Ik kan aangeven dat wij als UvAF, toen de OAC actie is gegaan, hebben we ons direct solidair verklaard. Gelukkig hadden wij die maandagmorgen, want wij hebben op 3 mei van de proclamatie plaats van de UvAF. Die maandagochtend hebben we de president geïnformeerd dat er een nieuwe vakcentrale is. En de dag daarna, want die middag kwam dat dus die acties bij de OAS. Die dag daarna hebben we hem direct gevraagd, een brief naar hem gebracht om een oplossing te brengen in het geschil bij de EBS. Er is daarop niet gereageerd. Maar u ziet, wij denken oplossingsgericht. We willen een oplossing. En omdat u aan dat Edemamuzo staat, we willen een oplossing. We hebben gezien van die zijde niet. We hebben ook een brief gestuurd naar het parlement, naar alle fracties en de voorzitter. En we hebben ze gevraagd, kijk, er speelt iets van een auto, onderzoek dat ding. Weet je, we hebben ook geen reactie gehad van het parlement, dus die willen ze het niet onderzoeken. Wij hebben internationaal hebben we geschreven, tot nu toe is er 1 brief de deur uit. En we hebben antwoord gehad, want we zijn nog geen lid. Je moet lid zijn als je die hulp wil hebben van die internationale organisaties. We hebben een paar contacten en we hebben aangeschreven naar de ITUC, dat is de International Trade Union Confederation. En de voorzitter heeft nu een druk reisschema, dus heeft gezegd, hij gaat antwoord geven. We hebben hier ook de vakbonden een brief geschreven, maar daarover zal de secretaris-generaal, meneer Pool, straks op ingaan. Dus we zijn niet stil blijven zitten. En we hebben als UvAF ook een contact opgezocht met de minister van Bibus. Er is nu een afspraak gemaakt, een tentatieve afspraak voor zaterdag aanstaande, 10 uur, omdat de minister van Bibus in het buitenland is. Dus we hebben een afspraak om 10 uur. Ik hoop dat die afspraak doorgaat, want eigenlijk daarvoor is er al een afspraak afgezegd. En we hadden daarna weer een andere afspraak gemaakt voor afgelopen zaterdag. Die afspraak is ook afgezegd. Dus we hopen dat deze afspraak wel doorgaat en dat men ons serieus neemt. Ik wil nu de voorzitter van de OAS, de penningmeester van de UvAS, het woord geven laten even ingaan op dat van zijn ontslag. Goedemorgen. Laat me u kort toch even informeren met betrekking tot de ontslag van mijn persoon als werknemer van de EBS en hoe dat past in het geheel. Nogmaals, de voorzitter van de UvAF heeft het al aangegeven dat niet het ontslag van Hellings primair de reden is geweest waarom de OAS in staking is gegaan. Maar het is, zoals het bekend spreekwoord luidt, de druppel die de emmer heeft doen overlopen. De heer McIntosh heeft al een korte uiteenzetting gegeven. Het is echt kort, want als we uitgebreid moeten ingaan op zaken, zijn we misschien morgenochtend nog niet klaar. Hij heeft een korte uiteenzetting gegeven van hoe zaken zijn verlopen sinds het aantreden van het nieuw bestuur van de OAS en de communicatie met de directie van de NVEBS. Veelal hoort u men zeggen, ja, de vakbond wordt misbruikt om een individuele case te behandelen, maar dat dingen gaan integraal samen met elkaar. En waarom? De EBS als werkgever, die denkt de heer Hellings als werknemer ontslag aan te smeren, terwijl hij in zijn hoedanigheid van vakbondsvoorzitter zaken aan de kaak heeft gesteld. En dat is de directie ook duidelijk gemaakt. In welke hoedanigheid, en het kan ook goed onderbouwd worden waarom de heer Hellings zaken aan de kaak heeft gesteld op zijn social media profiel als de zijn vakbondsvoorzitter van de OAS. Nogmaals, als je het zaakje vanaf het begin afloopt, heeft het niets anders te maken dat men vanuit de directie van de EBS de heer Hellings een hak wilde zetten. Misschien vanwege een stukje kritiek of de kritische houding vanuit het bestuur van de OAS. Niet de heer Hellings is kritisch in het bestuur van de OAS,
Maar het totaal bestuur van de OAS die is zeer kritisch, omdat we weten wat we de afgelopen 12 jaar hier hebben ervaren. Met een vakbondsbestuur die in feite zijn eigen zaken voorstelt in plaats van het belang van de medewerkers onder ogen te hebben. De leden die hebben ook aangegeven, bestuur, we gaan niet accepteren dat u nog langer uw zaken voorop stelt boven het belang van ons. En we hebben dus in feite geen andere keuze dan kritisch te zijn. En het is die kritiek die gevoerd wordt, waarop onder andere Hellings wordt afgerekend. Het zijn vergaande dingen. Hè. Je moet het echt niet gewoon eenvoudig opvatten. Als je kijkt naar de wetvrijheid van vakvereniging, dan mogen vakverenigingen, eigenlijk ze zijn verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van zaken binnen hun eigen organisatie. En conform de wetvrijheid op vakverenigingen mag er geen inmenging plaatsvinden van de directie of van de werkgever wanneer het komt aan besluiten in de vakbond zelf. En zo hebben bestuursleden, shopstewards en iedereen die bij betrokken is bij activiteiten van de vakbond, die hebben conform de wetvrijheid op vakvereniging, die hebben recht op een stukje vrijheid tijdens werktijd. Dat is in de wet geregeld. Voor de goede orde willen wij als bestuur afstemmen met de directie. Want we begrijpen ook dat we de operations hebben die we draaiende moeten houden. We hebben ons als bestuur opgesteld vanaf het begin. We gaan gewoon blijven werken. Er lopen genoeg mensen weg bij de EBS om te zeggen dat je 7 bestuursleden hebt die totaal niet willen werken en hier komen zitten. We hebben gezegd, we zorgen ervoor dat we het kunnen combineren. En op zeer dreigende en intimiderende toon wordt er vanuit de CEO gezegd, als jullie willen, kunnen jullie het doen. Dan gaan jullie zien dat we gepaste maatregelen gaan treffen. Het is verankerd in die wet dat je als bestuur, shopstewards, dat je recht hebt om de nodige tijd vrij af te krijgen van dienst om het vakbondswerk te doen. En het zijn geen dingen die onmogelijk zijn waarop we hebben gevraagd. We hebben voor het bestuur gevraagd. We willen niet de hele tijd vrij zijn. We willen 2 dagen per week. 2 dagen per week. En het is niet dat het totaal bestuur 2 dagen vrij is. We gaan de hele week vullen. En per dag heb je op het secretariaat 2 mensen van het bestuur en de 5 andere mensen die werken de overige dagen gewoon. Maar omdat de directie denkt dat zij kan bepalen voor de OAS, dan wil zij voorstellen hoe wij hier ons werk moeten inrichten. En dat het dagelijks bestuur van de OAS totaal niet meer moet verschijnen op de werkvloer. We worden beschouwd als te zijn medewerkers die een staffunctie hebben, die moeten totaal worden gevrijwaard van werk. En de overige leden, die mogen 1 dag per week en op de call toe, op de vrijdag, zit het ons goed. Dan pas mogen jullie het vakbondswerk doen. Wat schopt je? Dit is directe inmenging. Het druist in tegen de wetvrijheid op vakvereniging. En als je daarover wil praten, dan kunnen we praten. Ja, maar je kan niemand intimideren dat jij wil aangeven wanneer het bestuur zijn werk moet doen en hoe de invulling daarvan moet plaatsvinden. In het verleden, het kan gezegd worden, bestuursleden van de OAS, het voormalig bestuur, die zijn 10 jaren niet verschenen aan het werk. Anderen zitten nog steeds met verlof thuis en werken al 12 jaar niet. En de directie rept er geen woord over. Maar u denkt wel dat u het nieuw bestuur van de OAS kunt aanspreken omdat zij zich niet gedragen zoals u dat graag zou willen. Nee, we zijn hier om het werk van de vakbond te doen en dat gaan we doen. En dan kunt u niet de kritische houding van de vakbond gebruiken als excuus om de mensen daar te intimideren. Ik ben niet het enige bestuurslid dat geïntimideerd wordt. Er werd ook op de gang aan mij gezegd door de directeur, je mensen komen niet aan het werk. Hoe komen die mensen niet aan het werk? Die mensen hebben een leiding daar toch? Als ze niet aan het werk komen, dan moet de leiding ze rapporteren dat ze niet aan het werk zijn.
En nogthans, er is altijd een flexibele verstandhouding geweest tussen de OAS en de EBS. Plotseling wil men nu zaken in een ander context gaan bekijken. En eerlijk, we gaan ons als bestuur niet laten intimideren. We zijn niet uit op confrontatie, maar u moet wel rekening houden met de positie van de vakbond. U dient er rekening mee te houden. Men gaat zo ver om zelfs bestuursleden, zonder dat men de mensen verweer aan zich, direct overgaat tot het inhouden van gelden, omdat mensen niet zouden zijn verschenen op de werkvloer. Terwijl we als vakbond hebben aangegeven, er is een afstemming geweest met de technisch directeur, dat de vakbond de ruimte krijgt om zijn ding te doen. En als de technisch directeur daarop wil terugkomen, dat is voor zijn hoofdpijn. Het is zijn hoofdpijn. Maar u moet niet zeggen dat er geen afspraken waren over een stukje flexibiliteit. En we hebben hier een logboek. We kennen onze verantwoordelijkheid. We zeggen de mensen ook, als u het vakbondswerk hier komt doen, moet u hier zijn. Als u hier niet bent, moet u naar de werkvloer. U moet gaan werken. Niemand gaat hier lui worden. U moet gaan werken als u hier niet bezig bent met de vakbond. Maar in elk geval, ik hoop dat ik u een duidelijke inzetting heb gegeven. Dat het niet simpelweg is de case van Hellings waardoor de vakbond wordt misbruikt. De ontslag van de heer Hellings is een regelrechte aanval op de vakbond van de EBS. En de leden van de OAS hebben dat niet getolereerd. En men heeft al gezegd, we gaan dit absoluut niet tolereren. We zijn op zoek naar een stukje dialoog. En het is niet dat we in staking zijn nu, we zijn niet in staking. Voor mensen vaak genoeg zeggen, je hoort parlementariërs het een en ander schreeuwen daar. Over 600 mensen die ontslagen moeten worden. De OAS is niet in staking. Conform het rechterlijk vonnis hebben we de staking opgeheven. De mensen zijn teruggegaan naar de werkplek en die hebben gevraagd bestuur van de OAS. Wij willen vergaderen, want de kwesties, de zaken waarover we het hebben, zijn nog niet opgelost. We mogen niet staken, dan gaan we niet staken. We gaan andere vakbondsmiddelen gebruiken, ja. En het recht tot vergaderen, dat is niet verboden geworden bij rechterlijk vonnis. Dus we vergaderen. En we vergaderen over kwesties en we vergaderen om een oplossing te krijgen in de zaken die we al eerder hebben aangekaart. De mensen die zeggen dat we het rechterlijk vonnis niet hebben opgevolgd, dat is voor hun rekening. Er is een vonnis daar. Als we geen uitvoering hebben gegeven aan het vonnis, dan is de EBS gerechtigd om dwangsommen te innen. Ja. Laat ze dan de rechter vragen hoe die dwangsommen te innen. We zijn aan het werk, we zijn gaan werken, ja. Wat we nu hebben is dat we in vergadering zijn en vergaderen mag voor zover ik het weet. Goed, nogmaals met betrekking tot mijn ontslag. Het wordt aangevochten, er zijn manieren om dat aan te vechten. En ik ben ervan overtuigd dat hetgeen dat de directie daar heeft verkondigd, niet op de waarheid berust en dat het ontslag van Hellings voortvloeit uit een stukje rancune richting de heer Hellings. Ik hoop dat ik u daar genoegzaam heb geïnformeerd hierover. Oh ja, met betrekking tot mijn verontschuldiging, laat me dat even goed uitleggen. Behalve dat mijn werkgever mij verweer heeft aangezegd, heeft mijn werkgever en de directie ook, die hebben me per via hun advocaat hebben ze mij aangemaand om een rectificatie te plaatsen. Ik heb ook met mijn advocaat afgestemd. We hebben gesproken. Dus ik heb hem gezegd, luister, de mensen vatten dat in verkeerd op. Je hebt toch niets persoonlijk tegen de mensen. En het is ook niet de intentie geweest om iemand te beledigen. En er is ook geen belediging geuit tegen de mensen. Wat de EBS heeft gedaan, is dat ze mij hebben gezegd dat ze zich beledigd voelen. En aangezien belediging niet mijn intentie was, kan ik er begrip voor opbrengen dat u zich beledigd voelt. En aangezien het niet mijn intentie is, wat neemt het weg van mij om te zeggen van, hey,
kulibasani. Uit eerlijke, oprechte intenties heb ik uit vrije wil gehoor gegeven aan de aanmaning van de advocaat om te rectificeren. En niet dat ik heb gezegd dat ik me schuldig, ik heb niemand beledigd en dat zeg ik ook vandaag hier. En dat heb ik mijn werkgever ook duidelijk gemaakt. Nadat zij me hebben gezegd, ze voelen zich beledigd, kon ik er begrip voor opbrengen. En aangezien ik er begrip voor kon opbrengen, heb ik gezegd, you're the bigger man, het neemt niets van je weg. Het waren ook niet je intenties. Laten we dat die oplossen. En ik heb voldaan aan dat wat ze hebben gevraagd. That's it. Niet dat ik heb gezegd van, hey, ja, ik ben schuldig of zo, absoluut niet. Ik hoop dat ik u ook daarin duidelijkheid heb verschaft met betrekking tot dat van de rectificatie. In tegenstelling tot wat de directeur van de EBS beweert dat de heer Hellings schuld heeft bekend en heeft gezegd dat hij, of dat hij toegeeft dat hij de directie en het bedrijf heeft beledigd. Waarom zou ik dat moeten doen? Is er geen reden voor? Men voelt zich beledigd, maar dat zijn subjectieve dingen. Ik kan je zeggen, even wat kan je voelt je beledigd? Wat dan? Goed, dan heb ik dat ook gedaan. Meneer Hellings is een voorbeeldmedewerker. Dat zeggen wij van de UvA niet, dat heeft meneer Leo Brunswijk gezegd tijdens de persconferentie. Meneer Hellings is een voorbeeldmedewerker. Dat heeft de CEO van de EBS gezegd. Dan stuur je de persoon met ontslag. En ook wat dat betreft zijn er procedurele fouten gemaakt. Als je iemand ontslag aanzegt vanwege dringende reden, moet de persoon direct weggaan. Je biezen pakken en weggaan. En meneer Hellings moest zich tot 2 keer toe verweren. Ik ga nu de secretaris-generaal, meneer Pool, vragen om in te gaan op de brieven die we hebben geschreven. Ja. Dank u wel, voorzitter. Ook van mijn kant een goedemorgen en welkom aan u allen. Ik zal in het kort ingaan op hetgeen de UvAF tot op dit moment heeft gedaan aan deze kwestie. Maar meer nog de brieven die wij de deur hebben doen uitgaan. Op de dag van proclamatie hebben we aangegeven dat wij de president zullen informeren over de oprichting van de UvAF. Dat hebben we ook gedaan, heeft de voorzitter ook aangegeven. Wij hebben de president ook gevraagd om te bemiddelen in deze kwestie. In elk geval om tot een oplossing te komen. We hebben nog geen antwoord ontvangen van de directie, van de president, sorry. We hebben ook het parlement geschreven. Toevallig op die dag waren de EBS'ers ook daar om het parlement naar een oplossing te vragen. We hebben formeel geen antwoord ontvangen vanuit het parlement. We hebben wel gemerkt dat een der parlementariërs de kwestie op tafel heeft gelegd. En verder hebben we informeel, wij noemen het informeler, ook gemerkt dat tenminste een parlementariër heeft gereageerd. Ik mag u aangeven, we volgen de zaken natuurlijk ook. En we zijn niet hier voor de politiek, maar de politiek is daar en we zijn niet gevrijwaard van wat de politiek met ons allen doet. En we stonden er wel versteld van, ja. Wanneer mensen praten over in het parlement heb je niet alleen maar volksvertegenwoordigers, maar je hebt ook volksverraders. Dan is het duidelijk dat bepaalde parlementariërs het werkelijk tonen. Want als een volksvertegenwoordiger, of tenminste iemand die volksvertegenwoordiger moet zijn, daar kan staan en kan aangeven dat behalve de Hellings nog 599 EBS'ers ontslagen moeten worden. Dan denk ik dat het volk, niet alleen de EBS'ers, maar het volk en in het bijzonder de werkende klasse weet wat ons te wachten staat als wij dit soort mensen in onze DNA plaatsen. Mensen die voor ons moeten opkomen. Mensen die moeten pleiten voor de werkende klasse, voor arbeidsplekken. Voor mensen die hard werken voor een gezin en dan durf jij daar met gespreide mond aan te geven dat mensen met ontslag moeten, dat kunnen we niet accepteren.
Dezelfde parlementariër had toen eens al tegen de landsdienaren gezegd dat zij het eigenlijk, hij noemt bepaalde mensen spookambtenaren, misschien zien bepaalde mensen spooken, ik niet. Maar dat er te veel ambtenaren zijn en ja, ze moeten de laan op. En ik was blij dat een van zijn collega's hem zelf heeft geantwoord dat ook jij aan de hand van jouw presentie wordt betaald en niet aan de hand van jouw prestatie. Dus laat dat duidelijk zijn. We hebben verder een schrijven gestuurd naar de minister van Arbeid. Daar willen we ontvangen worden, omdat het zo wordt dat de minister van Arbeid, u weet, vanwege hun taken, dat zij ons ontvangen en dat wij aan tafel met ze gaan om bepaalde brandende vraagstukken te bespreken. En hij heeft aangegeven via de voorzitter dat hij ons wel gaat ontvangen. We hebben ook een brief geschreven naar de factuur. We hadden u toen ook aangegeven bij de proclamatie dat wij dat gaan doen. En we hebben dat gedaan. En ja, wij hebben op 10 mei de brief geschreven. Wij hebben aan de factuur gevraagd. We hebben ze in elk geval aangegeven dat wij een nieuwe vakcentrale zijn. Dat wij graag door hun ontvangen te worden om in elk geval zaken rakende de arbeidsklasse te bespreken en eventuele deelneming in de zitting van Rafaxur, omdat we een vakcentrale zijn. En Rafaxur heeft wel geantwoord. En gisteren kregen wij een brief van Rafaxur, gedateerd 20 mei. En ik kan u zeggen, in één regel hebben ze ons geantwoord. Ze hebben ons geantwoord. Hierbij bevestigen wij de ontvangst van u in hoofden genoemd schrijven. En wensen u verder veel succes toe. Dat was het antwoord van Rafaxur op onze brief. En het schrijven van Rafaxur is getekend door de voorzitter van de Moederbond, de voorzitter van C47, de voorzitter van PWO, de heer Misken, voorzitter van CLO, de heer Sonny Kotjotkan, voorzitter van OSAF, de heer Roy Haverkamp, voorzitter van de VAL, en de heer Marcelino Mercus, president van VOLS. Dan bent u daarover ook geïnformeerd. We hebben verder een schrijven gestuurd naar diverse collega's, houdende ondersteuning aan de UFAF en meer nog aan de hele situatie. Waarom? We vragen geen ondersteuning aan het, met betrekking tot ontslag van de heer Hellings. Maar als u nagaat, is het duidelijk dat met deze aanval er een aanval wordt gepleegd op de totale vakbeweging. Vandaar dat wij ondersteuning hebben gevraagd, niet vanuit andere overwegingen. Enkele van de besturen, enkele van de vakbondsleiders, collega's hebben ons telefonisch gecontact. Ze wilden wat meer informatie. Voor de duidelijkheid hebben wij nog niet allemaal een brief gestuurd, dat komt nog. Dat was het mijnerzijds. Dank u. De pers heeft nu de gelegenheid om vragen te stellen. Ja, goedemorgen. Gerald Aderwijk, DTV en Suriname Herald. Over de positie van meneer Hellings, u zegt de reden waarom OAS nu aan het vergaderen is, is niet primair uw ontslag. Zegt u met andere woorden dat als dat van uw ontslag in orde wordt gemaakt, dat jullie gewoon verder gaan, dus gewoon verder doorgaan met vergaderen? Nogmaals, 1. De UFAF is primair niet in vergadering, of die heeft geen acties ondernomen primair vanwege het ontslag van de heer Hellings, maar vanwege die aanval op de vakbond. Wat de OAS zegt,
De Kees Hellings is de druppel die de emmer heeft doen overlopen. Het is de druppel, dus er speelt veel meer dan het ontslag van Hellings. En het is nu tijd dat zaken voor eens en voor altijd worden opgelost. Dus we blijven vergaderen totdat alle kwesties zijn opgelost. Ik heb een vraag voor de voorzitter van UFAG. U heeft gesproken met de heer Ramdin. Ik heb twee vragen daarover. Is het zo dat de vakcentrale nu officieel wordt erkend, want meneer Ramdin is van de overheid? Moet ik dat zo zien? En het tweede, tijdens het gesprek met meneer Ramdin heb ik me laten vertellen dat hij aangeeft dat er een politieke situatie hier speelt tussen de ABOP en de VHP. In hoeverre klopt het dat de minister u dat heeft gezegd? Regering is regering. Als er iets tussen de ABOP en de VHP regadeert het dat ons niet. Dat is om antwoord te geven op je tweede vraag. Maar heeft de minister u dat gezegd? Hij heeft woorden van gelijke strekking gebruikt. En over het eerste, we zijn een vakcentrale. We zijn alle vakcentrale. We zijn geproclameerd. En we hebben nog geen rechtspersoon, maar dat maakt niet zoveel uit. We mogen opereren als een vakcentrale. De wet verbiedt dat niet. Oké. Okay. Meneer Paul, u heeft een brief gestuurd naar een vakzuur. Ze hebben gereageerd. Maar ik hoorde u ook zeggen dat u gevraagd heeft, of hebt, om dus dan zitting te nemen, toch? Binnen Ravaxuur om zaken te bespreken. Daarop hebben ze niet gereageerd. Hoe kijk je tegenaan? Nee, daarop hebben ze niet gereageerd. En wij gaan nog even zitten, want gisteren hebben we de brief laat gekregen. We gaan nog zitten in even verband en kijken. En als we nog antwoord daarop moeten geven. Maar ze hebben daarop niet gereageerd en ze hebben ook niet gereageerd op het ontvangen te worden om zaken rakende de werkende klasse te bespreken. Goedemorgen, Amanda Palis van Kienius. Voorzitter UFAF, we merken dat er een soort tendens is nu. Vakbonden worden voor de rechter gesleept en vaak genoeg horen we dus dat de rechter in voordeel spreekt van de staat. Is dat jullie ook opgevallen en jullie willen dus gesprekken aangaan en hebben jullie hierover gesproken met andere collega vakbonden? En hoe gaan jullie dat gezamenlijk aanpakken? Want gisteren de call heeft dus een kortgeding uitspraak gekregen. En die hebben dus aangegeven dat ze een klacht gaan indienen omdat er sprake was van frauduleuze notulen die zijn aangedragen door de overheid. Hoe staan jullie daarvoor? We hebben dat ook opgemerkt dat er een tendens is om vakbonden voor de rechter te slepen. Maar u heeft ook gemerkt dat de UFAF assertief is en dat we de andere vakbondsmiddelen gaan inzetten. En ten tweede, dat wat bij de call is gebeurd, ik denk dat de call zijn autonoom, zodat ze eigen besluit nemen, eigen standpunt, wat ze verder zullen doen. Daar kunnen we niet mee bemoeien. Maar wat wij als UFAF voorstaan, dat we één vuist maken als vakbeweging. Dat gaat ons verder brengen, één kofu als vakbeweging, zodat iedereen rekening houdt met ons. Want zodra er een financieel-economische situatie is in het land, waarbij de werknemers niets te maken hebben, maar het komt door beleid dat is gevoerd door regeringen, zijn er steeds drie of vier groepen die het voelen. Dat zijn de werknemers, meer belasting betalen, IMF en dat soort dingen, subsidies worden afgeschaft, de gepensioneerden, de sociaal zwakkeren, dat zijn die groepen die het direct voelen. Dus vandaar dat we zeggen, we moeten één kofu vormen. Maar misschien moeten we met de rest van de vakbeweging, laat me niet zeggen misschien, we gaan de rest van de vakbeweging proberen te overtuigen om te kijken hoe wij dat doen. Vandaar dat wij de proclamatie, die uitnodiging hebben gestuurd. Laat ze komen kijken, ze hoeven zich nog niet aan te sluiten bij de UFAF. Laat ze komen kijken, zitten en kijken hoe wij te werk gaan.
Want de werknemers, voor hun komen we op. Niet voor de leiders van die vakcentrales of die vakbonden. Die werknemers moeten goed kijken wie ze kiezen en waarvoor die mensen opkomen. Wij willen opkomen voor zaken Rokoman aangaande. René Gamper, Staanius. Of om even te blijven bij het ontslag van meneer Hellings. Dus om het goed te begrijpen, heeft u twee keer verweerd en één keer publiekelijk apologized. Maar u bent toch ontslagen. Is dat het? En ook in het kader van de CEO vindt dat ik hier in een film, dus sorry, gaat niet helpen, ik ken dat woord niet. Nog een keer, het laatste heb ik niet gehoord. De CEO vond, hij kan die sorry van u niet accepteren, want ik hier in een film. Overal. Wat wilt u precies weten, even duidelijk? Voor de duidelijkheid, dus ik ben ontslagen. Ondanks een gedwongen verweer en apologies geven. Absoluut. Ja, inderdaad. Ik heb me moeten verweren. Ik heb me verweerd. Steekhoudend ook. En volgens de directie, want niet alleen meneer Brunswijk heeft die brief getekend. Alle vier directeuren hebben getekend. Was mijn verweer niet steekhoudend. Zonder dat ze hebben uitgelegd waarom het niet steekhoudend was. En ja, zoals u het zelf aangeeft. Ondanks ik gedaan heb wat zij hebben gevraagd vanuit hun beleving. En ik kon ze begrijpen. Ik kon ze echt begrijpen. En ik heb gedaan wat ze mij hebben gevraagd via de advocaat. Ik heb me ook verweerd. Hebben ze me toch ontslag aangezegd. Goed, en u bent het nu op dit moment aan het aanvechten? Via arbeid? Of? Ja, via arbeidsinspectie. Jullie passen, zoals jullie dat hebben gezegd, arbeids- of vakbondsmiddelen om dus andere vakbondsmiddelen dan alleen te staken. In dit geval vergaderen jullie. En natuurlijk willen jullie iets bereiken met het vergaderen. We zien wat storingen, heel wat zaken bij EBS. We horen dat het normale storingen zijn. Heeft dat te maken met het vergaderen van jullie? Is dat de impact die wij dus dan zien? Oh, nou, bij monden van de minister van NH, die heeft aangegeven dat de elektriciteitsvoorziening is gegarandeerd. Dus ik denk niet dat zo het vergaderen van ons de impact heeft waardoor zaken gebeuren zoals het nu gebeurt. En als ik de persberichten ook lees, heeft het allemaal te maken met wat men zegt, het slechte weer. Dus ik zou de oorzaak van die storingen in dat pad zoeken. Maar wat voor impact heeft de vergaderingen van jullie? Wat, je wilt toch iets bereiken ermee? Natuurlijk, we vragen toch al zo lang aandacht voor onze situatie. We vragen al 12 jaar dat het nieuwe loonstructuur wordt geïmplementeerd. We vragen dat vakbondsrechten niet worden beknot. We vragen dat mensen die onhuur zijn behandeld, in een ere worden hersteld. Het zijn zaken die we kant en klaar op het bordje van de directie hebben gezegd. Van ja, laten we over dit plaatsen. Je kan mensen niet onhuur behandelen. Iemand zei het heel mooi gisteren. Een man bij de waf de man bij de tatapsi derde etage. De man japa man kota gronona visa kasa. Iemand die hoog was in aanzien, de eindverantwoordelijke bij HRM, die is helemaal gedegradeerd naar front office medewerker. En als je vraagt, de persoon die komt bij de bond doet zijn beklag, en je vraagt aan de directie om hier naar te kijken, dan heb je een technisch directeur die schouder ophalen naar je kijkt. Maar dat is allemaal one more. Maar wel een stukje recht dat er moet worden aangedaan. En dan kan je niet dingen echt gewoon even makkelijk over zaken gaan. En zo zijn er tal van andere zaken die spelen. We willen een oplossing voor dit probleem. Ik begrijp u, maar wat ik wilde vragen is, jullie vergaderen. En de bedoeling is om een oplossing te krijgen. We zijn al meer dan een week verder. Ja?
en er is geen oplossing. Wat voor effect heeft, heeft het vergaderen? Dat wil ik weten, want er komt toch geen oplossing. Er zijn meer dan één partij, meer dan de OAS. Het vertrouwen is opgezegd in de directie. Er waren gesprekken gepland met de aandeelhouder. Misschien moeten die gesprekken op gaan komen, zodat we kunnen geraken tot de oplossing. De oplossing van het probleem is niet zo ver weg. En luistert u goed. Het probleem is niet geplaatst op het bordje van de aandeelhouder nadat dit alles is ontstaan. Het is weken van tevoren geantameerd. Maar luistert u, er is een probleem daar. Ik heb ook een vraag voor meneer Hellings. Mijn naam is Iris, ik ben van Apeldi. Jullie hebben gesproken over dialoog. We horen al een hele tijd, er is een situatie tussen uw ontslag, tussen de CAO, dus de meneer Brunswijk en meneer Hellings. U bent ontslagen, er is geen dialoog tussen jullie. Hij wil uw sorry niet accepteren, maar ik wil toch weten wat u exact aan hem gezegd heeft, dat hem zo gehinderd heeft om u niet te accepteren, om die sorry niet te accepteren. Oké, ik denk dat u die vraag aan meneer Brunswijk moet stellen. Nogmaals, mijn posts zijn op social media. U moet het hebben gezien. En dat is onderdeel van het maatschappelijk debat. Als vakbondsman zeg je iets. Je maakt de opmerking. En ik weet niet, zijn we echt zo kleinzerig in dit land? Echt zo kleinzerig? Ik kan me niet voorstellen. Jumela Atonsen Web TV. Meneer Pool, ik heb een vraag. Zijn jullie er degelijk bewust van dat de salaris voor de maand mei mogelijk ingehouden zullen worden? Nog een keer, u had die vraag aan meneer Pool gesteld. Over wat voor salarissen heeft u? De salarissen van de leden van de bij, aangesloten bij de bank. Nog een keer? EBS, dus OAS. Oké, u heeft die info? Nee, ik vraag, mogelijk. Nee, we hebben die info niet. En luistert u goed. Er moet een grondslag zijn als je het principe van no work, no pay wil toepassen. Er moet een grondslag zijn. Ja toch? En wat is de grondslag? Omdat we vergaderen, mag je niet vergaderen? Je mag toch vergaderen? Er is toch niet een verboden recht bij waar je geen gebruik van mag maken? Ik weet niet. We hebben toch het rechterlijk vonnis nageleefd, de acties opgeschort, de mensen zijn naar het werk gegaan. En we zijn in vergadering, mag je niet vergaderen? Ga je het inhouden van het loon omdat mensen vergaderen? Nee, maar daarom zei ik aan meneer Pool, want hij zei van die bewuste parlementariër bij deze meneer van Samson gaf aan dat bijna 500 miljoen van leden met ontslag moeten, dus daarom zei meneer Pool. Dus eigenlijk met andere woorden zegt hij van, als ze niet werken, dan houden ze salaris in. Nou, ik heb bewust het woord aan de heer Hellings gegeven omdat het gaat om de OAS. Ik kan niet praten voor de OAS. Maar ik zou uw vraag beantwoorden. U vraagt als we op de hoogte zijn en dan vraagt u in feite als UFAF nee, we zijn daarvan niet op de hoogte gesteld. De heer Hellings heeft het al beantwoord. Ik wil wel even op die vraag van meneer Harderwijk ingaan met toestemming van de rest natuurlijk. U vraagt wat voor impact de vergadering heeft op
een oplossing die moet komen in de impasse waarin wij nu zijn geraakt. Dat is uw vraag. Ik denk dat die vraag voor de werkgever bestemd is. Waarom zeg ik dat? Als we een situatie hebben welke wij belangrijk vinden en er een oplossing moet komen, dan gaan we voor een oplossing zorgen. En soms moeten we groot genoeg zijn om onze ego aan de kant te laten, om naar de realiteit te kijken, om problemen werkelijk op te lossen, zodat er geen escalatie en andere problemen plaatsvinden. Oké, ik heb een vraag voor die andere bonden, hoor, los van OAS. OAS is nu in vergadering. Komt er een moment waar jullie gaan ondersteunen? Jullie zijn solidair, zeggen jullie. Komt er een moment waar jullie zeggen van, weet je wat, we beginnen ook te vergaderen samen met OAS? We hopen het niet, maar het ligt aan de regering als ze dat willen. Laat me zo antwoord geven op die vraag. En ik kan zeggen, in elk geval hebben zowel de bond bij het Academisch Ziekenhuis en Telesuur onze leden al in stelling gebracht gisteren, tijdens de ALV. Yes. Ik heb toch een laatste vraag voor u, meneer Hellings, dan ga ik echt stoppen. De directeur, meneer Leo, die ziet u niet meer als voorzitter, laat me het zo zeggen. Want dat zegt hij zelf van, je bent geen medewerker meer van EBS, dus je kan geen voorzitter meer zijn van de bond. Dat zegt hij. Belemmer dat niet een gesprek met EBS? Waarschijnlijk is dat het probleem. Misschien moet u even plaatsmaken en dan kan het wel lukken. Is dat zo? Oké, ik wil de leden van de OAS vragen om die vraag te beantwoorden. Leden van de OAS. Is uw vraag beantwoord of moet u toch een antwoord van mij? Oké, laat me toch dit ervan zeggen. Er is genoeg vakbondskennis hier. We kennen onze statuten. En we kennen onze wetten. We kennen het goed. Dus op dat aspect, of op dat vraagstuk, er bestaat geen meerdelige opvatting. Er is maar één opvatting. En dat is, behalve de heer Hellings als voorzitter, dat het bestuur van de OAS intact is en de heer Hellings leidt die bond. Amen. Dat is het. Amen. Yes. Amen. Ik heb ook weer een vraag. Met de president hebben jullie geprobeerd te praten. Nog geen oplossing, nog geen antwoord. Met de directeur is het al niet gelukt. Met de DNA hebben jullie al een brief gestuurd of hebben jullie gesproken en nog geen antwoord van de DNA. Hoe denken jullie dan verder te gaan? Met wie gaan jullie dan praten? Of naar wie gaan jullie de volgende brief richten? Omdat de president nog niet heeft geantwoord of nog geen oplossing heeft kunnen aangeven aan jullie. En ook de DNA hebben jullie nog niets gehoord. Hoe denken jullie verder te gaan? Ik denk dat meneer McIntosh moet antwoorden, toch? Als UvA-voorzitter. Ja. Er is intussen een uitnodiging van de minister van Bibus voor zaterdag aanstaande. Dus we wachten dat gesprek af. Nog andere vragen? Gerald. In de pers? Ja, weet ik maar. Nee? Het is wel.
Ja. Tot hoe laat duurt de vergadering? Ja, tot hoe laat duurt de vergadering? We vergaderen tot morgenochtend. En ook in het weekend vergaderen. De leden van de OAS wachten voor een uurtje schorsen en dan hervatten we zo aanstaande vergadering.